Ik ben Janice, 42 jaar. Ik leef al 17 jaar met HIV. We zijn hier in Zuidoost om onderzoek te doen. Hoe de mensen zullen reageren als ze erachter komen dat ik HIV heb. Janice zit volgens mij in Zuidoost. Een vrouw die iedereen wel zou willen daten of hukken, ook al heeft ze HIV. Hadden jullie meer negatieve reacties gewild? Waarom niet? We hadden meer negatieve reacties verwacht. En onze stelregels altijd dat wat gebeurt, dat gebeurt. En als je er van houdt, is het wel erg toevallig dat het een bepaalde kant op gaat. Maar het bleek echt wel zo te zijn dat veel mensen in Zuidoost relatief positief waren. Dus jullie gingen er open in? We gingen er open in, ja. Want ik heb zelf vaak met het experiment dat je hoopt dat er een bepaalde uitkomst uitkomt. Ja, in de montage heb ik wel gekeken van, we hadden natuurlijk niet alles erin gelaten. Heb ik wel een beetje gekeken van, ja, klopt het qua verhouding? De verhouding was overwegend positief. Ja, eigenlijk alleen die jongen in het begin. Maar weet je wat ik dus dacht? Ik dacht, het stond misschien ook, want het geluid was niet zo goed. Nee. Ik dacht dat de vraag was, zou je met haar naar bed willen? Stel dat ik iemand daten was het. Je had het, hoe zeg je dat, pijnlijker kunnen maken als je het had gewild. Of op scherper kunnen zetten als je had gewild. Ja, dat was inderdaad... Dat had gekund, maar we houden er niet echt van om zodanig te sturen. Kijk, wij doen vaak dingen redelijk snel. En dus niet dat we dus dagenlang gaan nadenken over dit willen we precies uithalen. Wel globaal, maar we houden, vooral als we op straat bezig zijn, willen we graag dat laten gebeuren wat echt is, zeg maar. Nee, dus dan doen we dat niet. Dat is echt van alle kanten. Ja, jongens, dat is hier. Ja! Nou, we kunnen weg.